Dilly Minutes nummer 1529 met een uitzending voor vandaag 22 januari 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik heb vandaag voor de tweede keer in anderhalf week het besturingssysteem van mijn belangrijkste computer, de computer waarop ik ook de Daily Minutes maak, vervangen. Omdat ik nog niet alle software geïnstalleerd heb, kost het maken van de Daily Minutes wat meer tijd en is de uitzending vandaag helaas iets korter. Veel van de benodigde software voor de uitzending was toen ik eraan begon nog bijvoorbeeld helemaal niet geïnstalleerd, onder andere FLDigi niet. De reden van het nieuwe besturingssysteem was dat de computer geregeld heel traag werd of zelfs vastliep, vaak nadat het beeldscherm in de pauzestand kwam. Nogmaals gebruik ik de Long Term Stability versie die 5 jaar lang wordt onderhouden van Ubuntu Studio. Nu probeer ik dus maar de reguliere versie die in juli wordt vervangen door een opvolger. Ik heb aan het eind van de uitzending wel enige data met FLDigi waarbij automatisch schakelen aan moet staan. Vandaag deel 2 van de serie over DRM, Digital Radio Mondial. DRM, hoewel we dat hier in de uitzending voor beeldmateriaal gebruiken, is bedoeld voor het verspreiden van audio. Het is mogelijk om met DRM 4 diensten in 1 uitzending te brengen op een enkelvoudig AM-zenderkanaal of 2 maal zo breed. Zo'n multiplex kan bijvoorbeeld bestaan uit tegelijk 3 verschillende radioprogramma's met bij die programma's horende multimedia diensten en daarnaast ook nog data. DRM is een open norm, net als DMR. Hier staat DRM, maar net als DMR, Tetra, DPMR, is dat bij de Europese normeringsinstantie ETSI geregistreerd. De norm is bedoeld voor wereldwijd gebruik en is zodanig ook als uitzendtechniek opgenomen in de ITU-aanbevelingen. Ondanks dat de norm er al een flink aantal jaren is, wil deze maar niet van de grond komen. Het enige land waar een echt grote dekking is, dat is in India. Het grote probleem naast de interesse is de beschikbaarheid van ontvangers die in ons deel van de wereld ook steeds is afgenomen. Weliswaar zijn er in India ontvangers te kopen, die voldoen echter niet aan de Europese regels en kunnen daardoor hier niet verkocht worden. Overigens is dat voor zendamateurs niet zo'n groot beletsel. Er zijn modules te koop en er is software om in combinatie met bijvoorbeeld een Raspberry Pi en een DVB-T-stick te kunnen gebruiken. DRM bestaat tegenwoordig uit DRM Plus, wat voor VHF-frequenties bedoeld is, dus boven de 30 MHz, en het oorspronkelijke DRM voor onder de 30 MHz, dat tegenwoordig wel aangeduid wordt als DRM 30. DRM Plus is trouwens bedoeld voor een bandbreedte van 100 kHz en is speciaal bedoeld voor de reguliere FM-band of voor medegebruik van DAB of DAB Plus frequenties tussen 174 en 230 MHz. Nee, het kan niet over. De ontwikkeling van DRM vond plaats door het zogenaamde DRM-consortium dat op 4 maart 1998 door 20 van de belangrijkste radiobedrijven en toonaangevende omroeporganisaties en fabrikanten werd opgericht. Dit consortium heeft een officiële status bij de EBU, de Europese Omroeporganisatie. Een DRM-signaal wordt uitgezonden met OFDM, orthogonale frequentiedeling door multiplexing, ook aangeduid als discrete multitoonmodulatie. Het is wat ik met FLDigi ook wel eens gebruik, bijvoorbeeld bij PSKR met meerdere draaggolven. Ook de amateurstandaard FreeDV werkt bijvoorbeeld op deze manier. In de data vandaag een stukje PSKR met 20 carriers. Vanavond is trouwens weer de Digistar-ronde op de Digistar-repeaters van Nederland. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.